Goeiedag. Mag ik jou wat vragen? Dan ben je een gezegend man. Ik vertel het ook door, je geeft het ook aan mensen. Ja, ja, alleen ik ben sinds kort hier in Arnhem. Ja. En ik ben op zoek naar een evangelische kerk. Oké, ja, dat weet ik niet. Jij komt ook niet uit Arnhem. Oké, nee, dat is bij mij bekend. Ja. Daarom vind ik ook mooi dat jullie hier staan. Daarom glimlach ik ook. Dat is onze opdracht, hè? Ja. Daarom glimlach ik ook. Ja, ja, dat is goed. Hey, mag ik kort de zegen over je uitspreken? Zeker. Wat is uw voornaam? Hamza. Hamza? Hamza, aangenaam. Ja. Harry? Ja, Harry. Dick? Ja. Kinderen van de Allerhoogste. Ja. Allerhoogste. Dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, Heer. Dank u wel dat we lovend, prijzend, erend en dankend bij u mogen komen. En dan zeggen we glorie van God. Glorie voor de Koning der Koningen, de Heer der Heerscharen. Glorie voor onze verlosser en heiland. Glorie voor onze verzegeling, Heer. Halleluja, het volbrachte werk. Dank u wel voor de ontmoeting met Hamza, Heer. Een prachtig mensenkindje neergestreken in Arnhem, Heer. Waarschijnlijk onder uw vleugel en leiding, Heer. En ik wil hem zegenen. Ik wil uw ontferming vragen om Hamza die gemeente te vinden, Heer. Waar u wil dat hij op zijn plek is, Heer. Ik bid u dat u de juiste mensen op zijn pad gaat brengen. En Heer, dat hij een prachtig instrument voor u mag zijn binnen Arnhem. In Jezus Christus Heilige Naam. Amen. 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 Dank u wel, Heer. Hamza, ik mag jou wat geven. Weet je, want wij komen al een dik jaar hier in Arnhem. Ja, 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 ja. En het wordt tijd dat Arnhem een paar evangelisten op gaat laten staan. Oké. Okay. Hier, dat is mijn YouTube-kanaal en e-mail. Ja. We staan niet voor een kerk. Maar ons verlangen is gewoon in de steden waar we komen, dat we broers. Ja, maar dat we broers en zussen zien. Hier in Arnhem wordt er niet veel geëvangeliseerd. Nee, ik ben sinds kort in Arnhem. Kijk, dat bedoel ik. Kort ben ik. Nou, juist erom. Ja. Juist erom, dan ga je net beginnen. Ja. Dus dan komt er een enorme stroom mensen langs. Ja. Ja. Weet je, mijn e-mail staat erop. Ik zal even kijken erop. Kijk maar, ja. Als u vragen hebt of wat dan ook, meerlijk. Neem even contact op. En als u hulp nodig hebt met evangeliseren, laat het ook weten. Is goed, meneer. Ja. Fijne dag. God zegen. Hey Harry, we kunnen ook even daar in de schaduw gaan staan. Zullen we dat doen? Gaan we even naar de overkant. Kijk, er komt zo'n massa mensen over deze kant op. Dan gaan we gewoon even hier staan, joh. Dat lijkt me wel mooi. Hier. Gaan we gewoon hier even staan. Oké. Zo. Nou. Die stroom mensen verandert vanzelf. Ja. Joshua! Halleluja! Hey, Joshua. Man! Hi. Hoe is die dan? Kom hier, man! Dikke knuffel! God zegen! Ja, dank je, man. Hier hebben we voor gebeden dat we oude bekenden even tegen zouden komen. Ja, toch? Ja, dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, Heer. Dank u wel dat ik Joshua mag ontmoeten, Heer. Ja, zeker. Heer, u kent hem, ik wil hem zegenen met bescherming en wat uw welbehagelijk. Ik wil ook zeggen het hondje, hè? Dat hij ook het hondje beschermt in deze rare wereld. Zeker. Amen. Amen. Ja. Dank u wel, hoor. Mooie geschiedenis, man. Halleluja. Ja. Het is wel confronterend, zo die blik, Harry. Ja, komt hij om. Dat komt hij eraan. Ja, dat is goed. Ja. Ja, dank u wel, Vader God, dat we Joshua mochten ontmoeten. Heer, dank u wel. Kijk, voor mij gaan er nou meer mensen daar. Ja, weet je, in het begin dat wij hier gingen staan, was het vol. Ja. Dat het in één keer helemaal leeg werd. Het is lekker leeg. Het verbaast me niet. God zegen. Goedendag. Hallo. Mag ik jou wat vragen? Betekent dat iets voor jou? Betekent dit iets voor jou? Nee,
En ik heb ook een Meelderkool. Tenminste, de Bijbel. Kijk. Ja, het zegt wel wat. Ik wil eerlijk zeggen, ik ben niet heel geloof en zo, maar... Nee, was ik op jouw leeftijd, hè? Ja, wat zeg je? Was ik op jouw leeftijd, hè? Ja, ik geloof het wel, hoor, dat het iets is. En ik vind het heel mooi dat mensen zo mooi in hun geloof staan en zo in geloven. Ik denk wel dat het is voor mij. Ja? Voor nu. Heb je een ziel? Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik. Ja. Als ik jou, ja, ik kan alleen maar een tip geven. Ik sta hier niet voor een kerk of zo, maar Jezus is op latere leeftijd in ons leven gekomen. We hebben echt een ommekeer. Maar je weet niet van tevoren hoe oud het wordt. Dus ik kan wel denken van ja, jij was 46, Pieter. He, dus ik heb nog even tijd. Het is voor iedereen anders. Ja. Maar weet je, die ziel heeft eeuwigheidswaarde. En draait erom, eeuwigheid bij God of zonder God. That's it. Ik vind het wel heel mooi. Dank je. Ah, mag je er eentje meegeven? Ja hoor. Dan geef ik je gewoon een... want ik heb een YouTube kanaal. Oh ja? Ja. Oh, grappig. En, oh. Harry, wil je even? Ja, dankjewel. Kijk. Ik zie wel wat ik aan doe. Dankjewel. Hey. Dat is niet meer te doen. En hoe heet je dan op YouTube? De Waarheid, Jezus Christus. Ja. Ga ik thuis gaan kijken. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Wens ik jullie nog een fijne dag. Dankjewel voor je tijd. Godzegen. Dankjewel, Harry, voor je assistentie. Je bent bijvoorbeeld tot eerste assistent. Eerste assistent. We zijn nu anderhalf jaar samen op stap. Ja. Eerste assistent ben je. Oh, ik ben al begonnen. Ja. Ik ben nog tweede assistent, hoor. Oh, je bent zeker. Maar jij hebt al twee strepen. Ik nog maar één streep. Van de allerhoogste. Ja, van de allerhoogste. Ja. Ja. Harry, daar ga je weer. Het ging net zo lekker nou, hè? Ja, het dan een reis is zo'n uitgeluid. Ja, en? Ik heb het vers toevallig vandaag gelezen. Maar denk jij dat het toeval bestaat? Nee, natuurlijk niet. Wat is God voor jou? Mijn God. Jouw verlosser? Ja. Halleluja. Redder. En voor jou? Zeker, hetzelfde. Ach, wat een kanjes. Ja. En jullie wonen in Arnhem? Nee, Rotterdam. Nee. Oh, Rotterdam? Okay. Ik kom uit Schiedam. Okay. Oh. We zijn nu gebatteld. Oh ja, ja. Hoe zit je daar lang? Het is nu mijn tweede jaar dat ik er zit. Dat je op de bed zit, ja. Een broeder van ons, Catharine Samuela, ken je die? Die heb daar nog les. Je hebt les nog gegeven een paar weken geleden aan de drukker. Heb je kopjes en spreekjes daar zo? Deze week ging ik naar de groot. En dan mijn oude. Wie? Willem Owen heet? Ja. Oh, niet Franja, Willem Owen. En Martin Korsen. Nee. Nu al hard voor hard week. Niet de Wilke van de Kamp? Nee. Hé, wat doen jullie ermee, dames? Met wat? Met je geloof. Geef het door. Redelijk. Redelijk, wat is redelijk? Ja, we proberen erover te beginnen. Ja, ja. Heb je een beetje vrijmoedigheid daarvoor gekregen? Jawel. Ja, jij ook? Ik vind het wel eng, maar... Ja, maar het is ook een beetje eng. Ja, mijn omgeving is ook ongelooflijk, dus het is een beetje spannend, maar... Wel belangrijk om te blijven. Absoluut. Mooi. Hey, maar dankjewel voor de kleine bemoediging. Nee. God zegen, dames. Ja. En blijf zijn naam groot maken. Ja, oké. Doei, doeg. Nou, halleluja. Moet je geen kaarten uitdelen, Harry? Dat is helemaal niet. Nee, je mag hier niet uitdelen. Oh nee, dat is waar. Dat moet je respecteren. Je ja, schiet me ineens naar binnen. Ja, anders had ik dat gedaan. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja, dat is wel leuk om te doen ook. Ja, ik vind het ook leuk om te doen. Ja, mevrouw. Ja. Wat betekent dat voor u? Ach. Mevrouw, mij wil je redden. Eeuwig leven. Ik ben van mijn 13 tot mijn 15 uit mijn 8. Goeiedag. Lang geleden.
Ja, zeker. Wat voor gaat u? Goeiedag, meneer. Krachtig in de ja. Altijd. En met jou? Goed hoor. Nou, ik was net aan het oefenen met de schuurbellend in Amsterdam. Ik wil hem even afgeven. Ja, goeiedag meneer. Wat is je naam ook weer? Zeg je? Wat is je naam ook weer? Enrique. Enrique? Enrique, ja. En ik heb een Spaanse naam. Enrique de Iglesias. Maar nee, Enrique Orgin. Ja. Ja. Hoe gaat het verder? Krachtig in de heer, hè? Ja? Altijd. Ja, altijd. Ja. En het is niet altijd makkelijk. Dat wil ik benadrukken. Maar... weet je, we hebben zoveel genade en zegeningen gekregen. Alleen al je behoudenis. Ja. Als je daar bij stilgestaan. We waren eigenlijk levende doden. Ja. Ja. En ja. Wat kan ik dan anders zeggen als niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Ja. Met me vallen, met me struikelen. Met alles. Mij toch ernaar uitstrekken. Hij blijft. Amen. Hij blijft. Ik moet verder, want iemand wacht op mij. Maar ik ben blij jullie weer hier in de stad te zien. Ja. Het is voor ons ook een beetje, een klein beetje thuiskomen. Want hier zijn we begonnen. Vorig jaar, begin van de corona. Oh, ja. Toen kregen we op ons... Ja, die kant op. Ja. En nu zijn we een paar maanden, we zijn allerlei kanten, Helmond op geweest, Amsterdam. En, maar echt... Ja, weet ik. Ja, ja. Maar we wilden nu echt weer naar Arnhem toe. En we hebben ook gebeden, heel veel bekenden tegen mochten komen. Mooi. En jij bent de tweede of de derde? Ja, Joshua kwam we net tegen. Ja, dan hebben we samen gebeden, weet ik nog. Ja, ja. Daarom voel ik me zo dag fijn. Geweldig. Ja, God zegen. Ja, hetzelfde. Dankjewel, wat fijn je te ontmoeten weer. Ach, wat fijn. Dankjewel, Vader God. Dankjewel. In Jezus Christus heilige naam, dank u wel. Halleluja. Wat is onze God genadig, Harry? Weet je wat een pandemie is? Weet je wat een echte pandemie is? Nou, wat jou? Die homofilie en dat LBGTQ. Absoluut. Dat is pas een pandemie voor de mensheid. Dat is een pandemie voor de mensheid. Daar ben ik helemaal mee. En dat is ook wereldwijd, hè? Wat zeg je? Inderdaad, helemaal wereldwijd. Ik zeg ook al hallo tegen die jongen, dat zie ik jou gewoon eens doen. Ja. Ik zie geen eens hallo tegen kinderen. Ik wil er wel van die meisjes. Ja, Harry. Je let ook niet op. Nee, Harry. Harry. Ja. Nou, ik ga niet tegen wilde vreemde mensen hallo zeggen. Echt niet? Nee hoor. Ik ben thuis hier geleerd. Is wel. Hallo! Hallo! Kijk, zie je het mensen zeggen, dat is wel leuk zeg. Ja, leuk. Doe ze gewoon. Ja, geweldig. Let maar op. Ja. Hallo! Zie je, zeg gewoon hallo. Nou, kom er niet echt. Hallo! Ken jij Jezus? Ja, halleluja, hallo. God zegen. Goed zo. Zie je het? Het werkt, Harry. Nou. Moet ik nog een keer voordoen? Zeg gewoon hallo! Ga hem weer uit te lachen, Harry. Nee, het zou niet durven. Kijk maar, hoor. Hallo. Heer in man, hè. Net zegt hij al, waar gaan we heen? Gaan we rechtdoor tegen jou? Jij bent de leider hier, hè, van de twee. Ik ben vandaag toerist, hè. Echt waar? Waar kom je vandaan dan? Den Haag. Den Haag? Oké. Ja. Ja, ik kom uit Schiedam. Echt? Ja. Zou je echt niet doen? Over Jezus vertellen. Oh. Ja. Als je iets kleiner moet zijn. Iedereen kijkt erop mee. Nee, dat meen je niet. Nee, maar dat kwam door die bloem van hem. Ja, daardoor kijk je er overheen. Welke bril heb je op dan? Geen. Oké. Ik heb hé, hey, maar wat voor? Blote dag, of niet? Nee, dat is vreemd tijd. Dat is geweest. Ja. Dat doen we niet. Hartstikke goed. Nou, goed jongens. Hé, hey, maar wat betekent Jezus voor jou? Helemaal niks. Ja. Echt waar, hè? Vertel. Ja, nou maak je me nieuwsgierig een beetje. Ik ben een moslim. Ja. Wij erkennen Jezus als een profeet. Ja, maar daar ga je nou net de mist in. Dat meen ik echt. Hier, kijk. Kijk, ik ga meteen zeggen. Ja. Geloof staat ervoor om goed met elkaar te doen. Niemand is goed voor God. Nee. Zeg je? Niemand is goed voor God. Niet één die goed doet. Nee, maar daar gaat het niet. Ja, daar gaat het geloof om. Ja. Goed zijn voor elkaar. Ja. En ik denk dat
Dat essentieel is. Maar is het niet het belangrijkste, stel God boven alles? Ja. Maar wat predikt God? Wat wil God? Daar gaat het om. Ja? Goed zeg je, hè? Ja, maar een mens is niet goed. Het maakt niet uit of je nou christelijk bent, ja. Joods, weet ik wat atheïst. Nee. Maar door goede werken ben je niet behouden. Nee, wat zeg je? Door goede werken ben je niet behouden. Dat is een keuze die je maakt. Nee, dat is een keuze die iemand anders voor je maakt. Degene die oordeelt. Die gaat zeggen, wat nou, afvoeren of kom maar bij mij. Het is wat het is. Het is wat het is. Maar ik vind het leuk even met je te babbelen. Zeker. Hey, kwam je hier de wiet uitproberen in Arnhem? Nee, 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 anders niet. Kom hier de vrouwen uitproberen? Is het zo? Ja. Nou, er loopt genoeg rond hier ook. Ja, nou, er loopt wel genoeg rond, maar het valt me wel vies tegen. Nou ja, wel de ware, zit ik. Ja, toch? Yes. Ja. Daar zijn we op dat punt zijn we. Dat is belangrijk. Oké. Okay. Ja. Nou, wie zoekt zal vinden, die klop zal worden open gedaan, zegt Jezus. Ja. Wie zoekt, gij zult vinden. Mannen, God zegen. Ja, God zegen. Jo. Jezus, mannen. Jezus. Amen. Amen. Hallo. Ziet ook mensen zeggen gewoon dag. Goedemiddag. Kijk, hij zegt ook gewoon met een glimlach dag. Kijk, goedemiddag. Hallo. Hey, mag ik jou wat vragen? Vraag raak. Oké. Okay. Betekent wat voor jou? Ik weet alles van. Ja. God zegen, jongen. Nou, jongen. Jij wilt mee. Dag, meneer. Meneer zegt niks. Die komt al voor de derde keer langs, die meneer met die paarse bril. Kijk eens. Hoe is het, meneer? John! Hé, kom eens hier, joh. Kom eens hier, joh. Halve tanden met je elleboog. God zegen. God zegen. Ja. Hé, wat heb jij nou, John? Hoezo? Ja. Ja, ik ook. Ik ook. Kan niet, hè. Dat kan niet, hè. Ja. Sta je goed, man? Nee, je moet snel weg, joh. Moet snel weg. Hé, hier hadden wij voor gebeden. Ja. Om weer mensen te ontmoeten die we konden. Ja, nou hier. Ik zeg, ik kan niet als jullie voorbij lopen. Hey. Dat bestaat niet. Hey, zie jij Carlos nog wel eens? De donkere man. Ja. Die, met die grote ruzie. Weet ik niet. Met de grote ruzie was een keer een ruzie hier, toch? Heel lang geleden. Oh, met z'n vijven toen we hier stonden. Ja. Ja, toen was Carlos erbij. Was hij, ja, nou hier. Maar ik heb hem niet. Echt gezicht herinnerd is. Ja. Een beetje de laatste tijd met mij. Oh jee. Hey, hoe gaat het met jou? Goed? Ja, goed, maar wat ik al zeg, een beetje vergeetachtig. Oh, weinig veel. Oh, super veel. Hey, wat heeft voor jou verbidden? Huh? Even voor jou de verbidden? Tuurlijk. Ja, lekker. Ja, toch? Ja. Ja, nou ja. Mag ik een hand op je leggen? Ja, natuurlijk. Jezus, vader, ik wil bidden, heer, voor John, heer. Heer, die toch last heeft van vergeetachtigheid. Heer, we bidden in de naam van Jezus Christus, heer, daar genezing en heling over uit, heer. Oké, heer, we worden allemaal een dagje ouder. Maar toch wil ik bidden, vader, heer, dat wilt u John, ja, toch alles weer teruggeven en helpen dingen te herinneren en te onthouden. Heer, en die vergeetachtigheid bestraf ik ook. Die bind ik in Jezus naam, stuur ik weg in Jezus naam. Heer, en de vergeetachtigheid is nu gebonden, bestraft en uitgeworpen in Jezus naam. Heer, we spreken gezondheid, genezing, heling over John uit. In Jezus naam. Heer, we zegen met uw liefde, uw genade, alle gezondheid, alle genezing, alle herstel. In Jezus naam, Heer. En gebruik een machtige krachten voor uw koninkrijk. Halleluja. In Jezus naam. Amen. En vul hem met uw geest. Overvloedig, overstromend. Amen. In Jezus naam. Amen. 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 Dank je, mannen. Dank. Nee hoor. Geen elevator. Ja. Gewoon een kudde de liefde van Jezus, man. Hey, ik vind het machtig mooi. We zagen Joshua er net ook, hè? Ja, ik dank hem ook. Ja. 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 Ja.
met dat hondje. Ja. Die jongen. Oh, die heftige hond. Ja, ja, die kleine heftige hond, ja. Zo, dat is mooi. Hé, hey, we kregen weer op ons hart om een keer naar Arnhem te gaan, man. Ja, we misten jullie. Goed zo, hey. Goed zo. Ja, ik dacht al laatste tijd, zeker 3 weken jullie niet gezien. Kan dat kloppen? Nou, langer. Eerder 3 maanden. Ja. We zijn naar Amsterdam geweest in tussentijd, Helmond, Emmeloord. Mooi. Ja, we zijn alle kanten op gegaan. Ja. Behalve naar Arnhem. Ja, goed. Nee, die stad nog. Ook nog. Ja, ook nog. Ja. Zo, ja. Dan zijn jullie. Dat is een. Dat is geen 100 kilometer. Ja, toch, dat is geen 100 kilometer. Klopt. Nee, maar zeker leuk in principe. Ja. En zeker. Ik heb het nodig eigenlijk. Ja. Ze hebben het allemaal nodig. Allemaal. Een code, vergeten, weet je. Die dingen. Veel, weet je. Schrijf je nou dingen op, John? Eigenlijk weinig. Een beetje, ja, eigenlijk, doe ik ook hoor, dingen opschrijven. Ja, nou ja. En dat vind ik af en toe. Nou heb ik het weer verkeerd gedaan. Nou, ik ben wel 3 of 4 keer daar geweest. Ja. Hoe oud ben je nou, John? Ik word 64. Ah, je bent in de bloei van je leven, man. Okay. En een eeuwigheid voor je. Ja, nou, hier, nou de bloei van het leven hier, en de kluts bij. Ja, ik ben net 65 geworden. Dus, Ja, maar weet je, ouderdom komt met gebreken toe. Ja, ik merk het ook. Hoe heet je ook alweer? Dom. Hoe was jouw naam? Volgens mij besmet ik nu. Nee joh. Nee hoor. Nee. Mooi. Zeker. Kijk, mijn moeder heeft het ook. Een beetje. Ja, toch? Ja. Mijn zus. Dus dat weer. Oh ja. Hé, maar dat is. Een generatie. Dat ik dit weet, hè? Waarnemen, in deze, al de. In de generatie, de voorgeslachten. Die allemaal last hadden van vergeetachtigheid. Dat van de voorgeslachten vergeetachtigheid. Heer, dat verbreek ik in Jezus' naam over de zoveel geslachten. Dat verbreek ik in Jezus' naam. Iedere vloek in het verleden uitgesproken wordt nu verbroken. Iedere generatie vloek wordt verbroken. En die geest van vergetenachtigheid die door jullie generaties heen zweeft als het ware, die wordt nu bestraft, gebonden en uitgeworpen. Jij hebt een prima werkend geheugen van de Heer gekregen. En wat in het verleden is gebeurd, is nu, dankzij het volbrachte offer van Jezus Christus, ben je helemaal vrijgezet, John. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja. Ja. Zeker. Kijk, en daar gaat het om. Ja, zeker. Vooral als het in meerdere generaties terugkomt, mensen beseffen het niet, maar ik ken heel gauw een generatievloek uit het verleden zijn. Die tot in de zoveelste generatie doorwerkt. Ik kan me daar heel goed in voorstellen natuurlijk. Ja, toch? Nou, dan is dat ook vanavond jouw gebed. Ja, nou. Heer? Ja. Ik vind het heel fijn hoor. Vraag ook aan die broeder die voorgaat, of die hier tegen nog een keer gaat bidden. Ja. Zou ik zeker doen. Weet dat, ik ga iemand bellen, misschien als ik hem bel, hij is zelf ook pas van. Dus ik ga het zeker over hebben. Gaat dit benoemen? Ja, ik ga het zeker, maar hier, zeker benoemen, omdat ik vind van, weet je dat je ook moet zijn, jongen. Ja, breng het in het licht. Breng het in het licht. Ja, heel goed. Hé, hey, maar ben je ook vergeten waar je scheerapparaat lag? Ja. Kun je voor? Waar staat hij? Moet ik even schillen voor je kopen? Hoe vind je dat? 3 maanden met het baantje van de lucht. Ja. Nou, dan zijn we een beetje gezond. Amen. Ja. Absoluut. Ik ben hartstikke blij gezegd. Dat moet ik lang niet meer gezien. Nee. Ja toch? En dat meen ik. Zo de Heer wil gaan we elkaar weer zien. Ja. Maar weet je, we willen al, ik denk een dikke 1,5 of 2 maanden willen we weer naar Helmond. Om ook daar iemand te ontmoeten en weer te evangeliseren. Maar het is er nog niet van gekomen. Dus. Dus we gaan nu van door, mannen. Ha! Ja. Hey, nog één. Tot John, nog eentje? Ja, oké. Tot ziens. Ja, tegen God. Fijn je gezien te hebben. Ja, ik zie het. En
sterkte met alles. Zeker dat het me een beetje luchtig op jullie ziet. Dat het mooi is. Nou, voor een fijne toren. Okay. Hey, je ging die kant op, hè? Oh, dan lopen we een stukje met jullie mee. Nee, jij ging die kant op, toch? Nee, als jullie die kant nee, op. Nee, wij gaan naar de parkeergarage. Ja, we gaan daar. Oh. We staan nog. Ik ook dan. Nou, is goed. Ja. Ja. Loop, gaan we die kant op. Ja. Je hebt nog dezelfde fiets. Ja, ja. Nog dezelfde. Zal ik net aan denken. Dat is dezelfde fiets. Nou, hier. Ja. Er wordt goed opgelet en er wordt gezet gewoon naar Bergberg. Ik heb toevallig alle reserve natuurlijk. Ja, ja. Boven. Ja, ik heb dit is meer. Meer verstandigheid. Tegenwoordig moet het op slot zetten, maar ja, slot, ja. Op slot, dat zeg ook niet. Voor het rijden. Gewoon met zo'n knopding is. En je bent kwijt. Ja, en je bent ook. Zo gaat het wel, ja. Ik moet even om die parasol heen. Anders blijft het hangen met mijn bord. Zullen we hier de hoek om gaan, Harry? Ja. Wij gaan die kant op. Hey John. We komen elkaar echt tegen. Hij sterk met alles. Ja, dankjewel. En heb het met je pastoor erover, hè? Heb het met die bekende erover, hè? Die preken. Over dat vergeten. Ja. Ik ga over die generatie waar we net hebben gesproken. God zegen. Het was bijzonder, Harry. Ja. Hey, dat we John nog tegenkwamen. Ja, ik zag hem in één keer. In één keer zag hem staan. Zo. Kijk. Ik ga aan die kant lopen.